Ongeveer 200 kinderen uit groep 8 van 7 basisscholen hebben tussen de regenbuien door 3335 bomen, struiken en ander groen in de gemeente Meierijstad geplant. De derde woensdag van november is het namelijk al 66 jaar Nationale Boomfeestdag. In Nijnsel gingen scholieren van de ODA-school en basisschool Eerschot uit Rooi aan de slag. Hey dames, hoe is het om de boompjes te planten vandaag? Vertel eens. Leuk, maar het is wel een beetje drassig. Ik vind het heel leuk om lekker naar buiten te gaan. Lekker door de modder en lekker met de poten in de klei. Ja, dat vinden ze denk ik wel heel leuk. Ja, ja, we hebben Bas net gezien. Bas was heel enthousiast, ja. Het was een beetje nat en ja, we waren in de modder gesprongen. Toen zat iemand vast, toen heb ik hem omgeduwd. Toen was hij met zijn volle hand in de modder geflikkerd en toen had hij tegen mij op het aangeslagen. Hoe belangrijk vinden kinderen bomen deze dagen? Ik weet niet of ze er altijd even bewust mee bezig zijn, dus ik denk dat dit heel goed is om ze weer even aan denken te zetten. Ja. Het is wel een feest om onze omgeving te mogen aankleden met mooi groen, met struiken, met bomen. Dus het is eigenlijk wel echt een feestdag. En het werd soms een modderig feestje in Erp, Veghel en op twee plekken in Sint-Oederode. Waaronder die aan de Sonseweg langs de A50 bij Nijnsel. Het is een beetje een tegenstelling, hè? Hier bomen planten en daar de CO2. Ja, mooi contrast inderdaad, ja. Mooi contrast. Ja. Maar we hebben het toevallig vorig thema gehad over CO2 en uitstoot, dus dit sluit wel mooi aan. Dat is ook de reden dat we hier bomen planten. Ook tegen de wijk, tegen het kerkdorp Nijnsel aan, zeg maar, voor het geluid, het fijnstof en ook om het, voor het zicht, zeg maar, dat de A50 wat meer uit het zicht komt te liggen, zeg maar, vanuit Nijnsel gezien. Hey, hoe voelt het om een boompje te planten vandaag hier op de Nationale Boomfeestdag? Leuk. Ja, waarom? Ja, omdat je gewoon zo'n boom hop, in de grond kan steken met scheppen zo. Ingraven en dan heb je een boom geplant. Maar wat weten jullie over bomen? Ze geven zuurstof en mensen worden er zen van. Ja. Het haalt CO2 uit de lucht. Ja. En dat zet zich om tot zuurstof. Denken jullie dat jullie nog eens hier, als je straks met papa en mama over de A50 rijdt, dat je dan zegt van, hey, daar staat mijn boom bijvoorbeeld, of niet? Ja, dat is mijn boom, hè. Die hebben wij geplant. Daarachter is de pizzeria waar je altijd heen gaat. Okay. Dus dan als we hier voorbij komen, zeg ik, hey, kijk, daar is mijn boom.